Zoals u achterbij kunt zien, wordt het hele dak volgelegd met zonnepanelen. Dat is goed voor deze ondernemer, omdat het een goedkopere zonnestroom is voor hem. En het is ook goed voor de klimaatambities in deze regio. We hebben als eigenaar van het Aeropark gekozen voor zonne-energie. Vanwege het feit dat wij vinden dat je op een gegeven moment een stukje maatschappelijk betrokken moet zijn. Een stukje energiebewust en energiezuinig moet gaan bedenken. Van luister, hoe gaan wij in de toekomst onze panden voorzien van energie? Hoe gaan wij zo'n 10.000 vierkante meter zonnepanelen aanleggen op een wijze die goed is, duurzaam is, maatschappelijk verantwoord en uiteindelijk rendement moet gaan leveren. Als we echt kijken naar de zonnesystemen zelf, bedrijfseconomisch, dan is het vaak afhankelijk natuurlijk van wat betaal ik voor mijn energie en wat betaal ik voor energiebelasting. Is het voor bedrijven al snel interessant, vooral met de subsidies die daar nog beschikbaar voor zijn, om dus eigen stroom op te gaan wekken met zon. Technisch gezien erg simpel, maar om het uit te voeren en te realiseren komt er veel meer bij kijken. Daar zien wij juist de kans om waarde toe te voegen. Dus het sprongetje maken tussen de ondernemer die heel graag iets wil en aan de andere kant de vragen die dan boven komen, dat is graag het stokje wat wij overnemen. We zeggen nou, dat is wat wij willen organiseren voor je, van het ontwerp, de bouw, de hele financiering en het onderhoud. Nou, dat is echt een partnership, dat doen we hier ook met Aeropark. Dat we eigenlijk wat dat betreft het gewoon zien als ons gezamenlijk project. Nou, als eigenaren van de panden hebben wij totaal geen kopzorgen gehad over het leggen van de panelen op onze daken. Een hele fijne goede samenwerking hebben we gehad, doordat zij met hun kennis en ervaring ervoor hebben kunnen zorgen dat alles op de juiste wijze geïnstalleerd is.